Johan Derksen stelt dat Frans Timmermans een levensgevaarlijke man is. En René van der Gijp heeft aangekondigd dat Fransie eraan gaat in hun talkshow Vandaag een site, die vanavond weer terugkeert op de buis. Schandelijk, vinden critici, maar oud-sportpresentator Harry Vermegen juicht die ogenschijnlijk georchestreerde aanval juist toe. Wat vindt Maarten van Rossum eigenlijk van de aankondiging van VI? Ik vind ook. Die lui van hoe heet dat programma? VI, je zet jezelf toch wel te kijken als je dit soort dingen vertelt dat je hem van tevoren kapot gaat maken. Jonge jonge jonge, zegt hij in zijn gelijknamige podcast. Maarten lijkt VI te zien al een soort vijand van de democratie. Dragen deze luide Nederlandse democratie een goed hart toe? Dat vraag je je wel een klein beetje af. Aan de andere kant is het natuurlijk zo, de kijkers van dat programma zijn toch niet zulke linkse stemmers, denk ik, dus dat zal er niet meer van komen. Hoe moet Frans reageren op zo'n VI? Verstandig en rustig blijven, dat lijkt mij het beste. Bij die Europese verkiezingen heeft de SP vol ingezet op een soort vernietigingscampagne van Frans Timmermans met een spotje en zo, en dat heeft volledig een contra-resultaat opgeleverd. Men vond het kwalijk en die verdachtmaking idioot en het spotje idioot. Maarten vindt wel dat Johan moet oppassen met het gebruiken van termen als levensgevaarlijk. Laten ze het doen met argumenten. Misschien kan het iets minder van linksgezever een vijand van de democratie. Wat heb ik al niet gezien voor rare opmerkingen die nergens opslaan? Levensgevaarlijk, ja. Frans zou volgens Maarten juist een uitstekende premier zijn. Daar zit ook wel wat in toch? Hij heeft jarenlang in Brussel een prominente rol gespeeld. Is hij niet te oud? Hij is 62 bij mijn weten, en dat is tegenwoordig hartstikke jong. Ik word 80, hè? Volgens vele twitteraars betekent dat inderdaad dat ik absoluut niet goed bij mijn hoofd ben en ernstige vormen van dementie vertoon. Dit is ook weer leeftijdsdiscriminatie van de ergst denkbare soort.